We gaan kijken en we gaan u de sfeer laten proeven van kerstfeest bij Boshart. Wat is de bedoeling van dit kerstfeest? Ja, we vinden het vooral mooi als hier mensen binnenkomen uit de wijk. Het is algemeen bekend dat het Leger des Heils een christelijke organisatie is. En dat is ook onze drijfveer om dit werk te doen. Maar hier bij dit kerstfeest hoort het vooral, nu is het vooral gezellig. En om 4 uur hebben we ook een kerstverhaal hier. Dus dan staat de boodschap van de geboorte van Jezus wel meer centraal. Dus dat willen we ook zeker betrekken. De geboorte van Jezus. In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse Rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Wat vind je van bij Boshart? Hartstikke gezellig, er komen leuke mensen en dan 's ochtends vooral lekker een beetje koffie drinken, mensen leren kennen. Kom je er vaak? Nou, niet echt heel vaak. Misschien 1 of 2 keer in de week. Wat hebt u aan? Ik vind u zo prachtig gekleed. Een beetje in de sfeer te komen, hè? Kerstboom, kerststerretjes, dus van alles. U hebt dit speciaal aangetrokken? Ja, je hebt wel speciaal aangetrokken. Wat wil je bereiken? Een doodgewone gezellige sfeer? Een doodgewone gezellige sfeer, ja. Ja, absoluut. En dat bereik je door je muziek? Dat gaan we in ieder geval proberen. Het is weer een hele tijd geleden. We hebben in de familie een hoop ziektegevallen gehad. Maar in ieder geval, we gaan het weer eens eventjes proberen. Naar dat kerstverhaal en het koor. Er komt ook nog een koortje tussendoor. En dan gaan wij een paar nummers zingen. Big laugh, what made for you and me?